Hey gasten, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Kom Vissen Dan. Vandaag gaan we het hebben over aquariumverlichting. Aquariumverlichting is een van de dingen die het meest moeilijk is die je maar kan kopen. Er zijn namelijk zoveel verschillende soorten. Ze zeggen allemaal de beste te zijn, de goedkoopste. Ga zo maar door. Ik zelf heb 1, 2, 3, 4, 5... verschillende lampen moeten komen om tot de beste lamp te komen die ik nu ben. Kan ik je wel een kleine hint al geven van de rest van het filmpje. De goedkoopste is zeker niet de beste. Ik ben begonnen met de standaard T5 lampen. Het zijn van die soort TL balken in je aquarium. Ik weet eigenlijk niet eens of T5 of T8 of het allebei... TL is, maar het ziet eruit als een TL-balk. Ze zijn niet heel energiezuinig. Ze doen het wel goed. Eens per jaar moet je ze vervangen als je echt planten ermee wil groeien. Maar zo zijn er echt heel veel verschillende lampen. Deze lamp heb ik dus echt een jaartje gebruikt en daarna ben ik ermee gestopt omdat ik het gewoon niet mooi licht vond. Ik zelf geloof wel in een duurzame met LED-lampen. Ik wilde daar ook graag gebruik van maken. Maar ja, welke LED-lamp kies je dan? Voor jullie heb ik een lijstje gemaakt met 7 verschillende lampen die ik zelf heb gehad. En eigenlijk nog eentje aan 2 die ik graag zou willen hebben. We beginnen met de goedkoopste. Dat is die van AliExpress. Ik laat je nu een filmpje zien. Dit zijn lampen, ja, super goedkoop te krijgen. Ik heb er voor een 80 centimeter variant heb ik toen de tijd €27 voor betaald. Het was een goede sterke lamp. Moet je wel zeggen, het was een hele sterke lamp. Dat was ook gelijk het nadeel. Het was veel te sterk. Als ik 4 uurtjes de lamp aan had staan, dan zat mijn bak vol alg na een maand. Ik heb er folie onder geplakt. Raamfolie. Dat kan je overal gewoon kopen bij de Praxis. Om hem iets minder fel te maken. Super energiezuinig. Echt tientallen watten. Waar echt een goede TL-balk echt naar 100, 150 watt ging. Deze outperformde de rest echt, ja, in no time. Het nadeel hiervan vond ik zelf dat hij heel erg blauw was. Het was echt een enorme blauwe lamp. Met het raamfolie heb ik gelukkig iets kleur in kunnen aanbrengen, waardoor hij wat natuurlijker werd. Het voordeel wel weer was dat er een heel mooi nachtstand op stond. Dat zie je hier ook, zitten blauwe LED-strips in. Die kunnen s'nachts alleen aangaan. Ja, ik vond het wel een prima lamp. Alleen voor €25, ja... Het kwam niet het mooiste licht uit. Je moest zelf echt best wel even knutselen om hem knap te maken. Ik vond het heel veel moeite. Er zat trouwens ook geen adapter bij. Dat is vaak zo bij dingen die je bestelt bij AliExpress of een andere Chinese website. Je moet er nog een aparte adapter bij kopen, wist ik niet. Dus ik denk dat het in totaal, inclusief folie, €76 voor kwijt was. En dan was het eigenlijk nog steeds niet helemaal zoals je het wilde. Voor een quarantainebak of als je echt een goedkope oplossing zoekt, is het een prima alternatief. Maar het is zeker niet de beste. Je kan er ook geen schakelaars tussen zetten. Ja, een dag- en nachtschakelaar, een timertje kan je er tussen zetten. Maar je kan niet dimmen, je kan niet kleuren, je kan niet rustig aan of rustig uit. Dus eigenlijk dat. De volgende is het zelf maken. Heb ik ook geprobeerd in mijn andere aquarium. Ook een aquastabiel 2 meter. Ja, wat een gegrut was dat zeg. Ik had online uit AliExpress van die SMD LED lampen besteld. Dat waren echt van die strips. Ik had via een forum, aquaforum, had ik gevraagd hoeveel strips heb ik nodig. En toen adviseerden ze mij 5 strips van 2 meter. Dus dat was 10 meter LED strip wat ik in totaal nodig had. Ik wilde zelf een beetje kleur aanbrengen. Dus ik had 3 strips wit. En 2 gekleurd, RGB, dat ik er daarmee kon spelen. Daarvoor moest ik een TC420 controller halen. En die moest ik daarop aansluiten. Ja, gelukkig heb ik een vriend die elektricien was, maar wat een drama was dat zeg. Je moest aparte stroom, power inputs moest je eraan solderen. En uiteindelijk, ja, er moest veel van stroom doorheen om die hele LED-strip van stroom te voorzien, waardoor het begin verbrandde en het eind nauwelijks het deed. En als ik hem dan genoeg stroom gaf, dan begon hij heel hard te knipperen. Het was echt van begin tot het eind drama. Ik heb toen nog een tijdje gebruikt
puur als nachtlampje. Ja, zonder geld. In totaal was ik 120 euro kwijt. Ik dacht, nou, nu heb ik het. Ik heb het precies zoals ik zelf wil. Ik kan het aanpassen zoals ik zelf wil. De planten zijn er blij mee. De vissen zijn er blij mee. Het ziet er goed uit. Maar dat laatste ook, het ziet er goed uit. Ik had, omdat je dan 5 strips had en die konden niet gelust worden, omdat het dan veel te lang zou worden voor het stroomdrain, moest ik 5 keer een losse aansluiting maken van 2 meter. Ja, en daardoor kwamen er aan de achterkant ook 5 keer 3 dikke kabels. Dus het was echt, dat was zo'n lus met kabels wat eruit kwam. En je moest je waterdicht maken, je moest ze goed solderen. Het was... Er zijn wel wat partijen in Nederland die verkopen die strips, die maken het helemaal klaar voor je. Ik heb er zelf geen ervaring mee. Ledstrip Koning bijvoorbeeld, weet ik die dat doen. Het is dan wel gelijk een stuk duurder. Ja. Ik vind het gewoon niet de beste oplossing. Het beviel mij niet. Ik hoor graag als jullie wel enorm goede bevindingen hiermee hebben. Want ik ben erg nieuwsgierig. Ik vind ook met ledstrips... Ja, het is nooit klaar. Het kan altijd beter en beter en beter. En dat wil ik graag horen en ook goedkoper. Want er zijn fabrikanten die echt enorm veel geld vragen. Dan gaan we naar de goedkope balkjes die ik heb gebruikt. Dat zijn deze. Dit is dan een... wat zal die zijn? Volgens mij is die 50 centimeter. Ja, 50 centimeter. Deze komt ook uit China. Er zat ook geen adapter bij. Moest ik ook zelf weer knutselen. Gelukkig was ik dankzij mijn affaire met de vorige ledstrips best wel handig geworden. Ik had gekeken bij die vriend van, joh, hoe doe je dit? Heb ik zelf een adapter eindje gemaakt. Dat is best wel prima te doen. Dat is gewoon draadjes doorknippen en dan zorgen dat ze goed aan elkaar zitten. En dan even een tapeje om elk draadje heen apart, zodat de draadjes elkaar niet aanraken. En dan is dat goed. Maar deze ledstrips, ja. Ik heb deze gebruikt in een... meterbak was het voor mij, 91 centimeter. De Dual Vision, de kleinste variant, voor mij is die 91 centimeter. Daar had ik er hier 3 van. Ja prima. Je hebt 5 kleurenstanden, waarvan er geen één echt mooi is. Dat is de conclusie, het is allemaal net niet. Dit balkje was voor mij 30 euro per stuk. Krijg je wel een controletje, kreeg ik erbij. Hij kan ook onder water, dat vond ik wel weer heel grappig. Ik wil hem nog steeds hier aan de achterkant onder water doen. Kijken hoe dat eruit ziet. Misschien ga ik dat in de volgende video's laten zien hoe je dat ziet. Laat het even weten in de comments, want dan ga ik dat even maken voor jullie. Het is qua onderhoud ook best wel makkelijk. Je kan deze dingetjes eraf halen. En daarmee klikt dus ook vast, dat zijn gewoon zuignapjes. Dit zijn eigenlijk jouw vriend als je een aquariumhobbyist bent. Want deze gebruik je overal voor de stromingspompjes, voor de uitvoerpompen, voor de verwarmingselement. Mijn bruissteentjes hou ik hiermee vast. Ik gebruik ze eigenlijk overal voor. Maar de ledbalk. Ja, in theorie is dit fantastisch. Maar de praktijk viel maar vies tegen. Ik ben hier niet heel gelukkig mee geworden. Ze liggen hier ook gewoon in de kast achter me, niks te doen. Dan gaan we door naar de Sera Lab. Ik heb ze zelf verkocht. Via Marktplaats, want ze waren best wel... ik had een hele set, ik had 6 balken. 2 controllers en adapters. Ik denk dat ik in totaal was ik daar 400-500 euro voor kwijt. Echt een hele hoop geld. Ik had ze gebruikt in mijn 2 meter bak. Fantastisch. Ze waren energiezuinig, ze waren goed programmeerbaar. Je kon hier planten mee laten groeien. Je kon ook wolkeffecten doen. Dat was dan F1, F2 en F3. Dat waren 3 verschillende standen. Daarmee kon je lijken alsof het wolk overheen. En dan kreeg je een natuurlijk effect. Heb ik zelf nooit gebruikt, want ik vond het verschrikkelijk irritant. In één keer werd je bak helemaal donker. Dat je denkt, nou, net op een moment als je net iemand over de vloer krijgt op visite. En die zegt, joh, wat is het met je aquarium, zat ik nog uit. En dan 2 seconden gaat hij weer aan. En dan een kwartiertje later gaat hij weer uit. Ja, ik vond het niet heel chill, dus dat heb ik niet gebruikt. Maar verder, de balken waren wel prima te doen. Ik zit even te denken wat nou echt een nadeel daarvan was. Ja,
En ze passen ook in als je een LED-armatuur hebt. Als je een hiervoor LED-balk hebt in je aquarium. Of nee, als je hiervoor TL-balken in je aquarium hebt. Kan je dus een soort adaptertje aan Sierra LED-balken in kan doen. En dan hoef je daar niet apart voor te boren of een bevestiging voor te halen. Dat vond ik echt heel goed bedacht. Ja, en het werkt gewoon goed. Instellen was ook heel makkelijk. Dat ten nadele van de Juul Helialux die ik nu heb. Ja, de Juul Helialux, ik vind ze fantastisch. Elke euro waard. Ze zijn wel wat duur. Inclusief de DNA-controle, wel een drama was om in te stellen. Dat heeft me echt veel te veel tijd van mijn leven gekost. Voel dus wel, ik had het nu met mijn ogen dicht. Ik doe voor deze filmpje zet ik de licht altijd op volle stand. Zodat het iets minder spiegeling is. Nou, hier zie je nog heel veel spiegeling. Sorry daarvoor. Ik woon in een heel licht huis. Maar met die controller, wat een drama was dat. Ja, dat gun je niemand. De handleiding was ook niet te doen. Dat was echt niet te doen. Gelukkig was een YouTube filmpje. Een of andere Koreaan. Met ondertiteling heb ik dat kunnen kijken hoe dat werkte. Maar qua lamp is dit echt de beste lamp die ik heb gehad. Je kan er zoveel mee instellen. Het is een goed kleur. Je kan hem heel geel kan je maken. Je kan hem heel blauw maken. Je hebt nu zelfs ook nog de Juul Helialux Spectrum uit mijn hoofd. En dan kan je echt helemaal alle kanten op. Die kan je nog koppelen aan je telefoon ook. Ja, dan is hij echt helemaal perfect. Nadeel is wel dat hij gewoon heel duur is. Deze set kostte... Kijk, 329 euro voor de lamp, DNA-controller was ook zo 100, dus 4,500. En dan heb je een LED-strip van 1,5 meter. Dus dat is vrij veel geld, maar het is meer dan voldoende om je planten te laten groeien en ook algen in je aquarium te laten groeien, want daar heb ik ook veel last van gehad. Maar dat is het mooie van deze DNA. Hij staat nu overdag op zo'n 10-15% en dan doet hij het prima. 10-15% deze balk was uit mijn hoofd. Als je 100% zet, 80 watt. Dus dan is hij maar 10-12 watt wat hij gebruikt. Ja, vind ik niet heel veel om dan dit aquarium de licht te laten geven. En ook 's nachts heb ik een blauwe lamp aan die ik echt heel tof vind. Dus ja, ik ben op dit moment erg fan van het Juul Helialux. Nu is het wel zo dat er een concurrent is gekomen die ik echt wel wil gaan proberen, dus de Fluval LED 2.0 uit mijn hoofd. Ik ben echt een enorme Fluval fan, werkt gewoon goed, super degelijk. Ik had de FX6 voor pomp had ik eerst. Hij maakt wel wat meer geluid, maar het was een machine, die werkte altijd goed. Hoefde ik bijna wat schoon te maken. Enorm biologisch filter wat erin zat. Daar ben ik fan van. Zo simpel is het. Maar zij hebben dus nu ook een betaalbare lamp gemaakt die je kan koppelen aan je bluetooth. Dan kan je gewoon vanaf de bank makkelijk instellen. Niet zoals deze Juul Helialux dat het drama was. Je kan gewoon instellen. Je kan er heel veel mee doen. En hij is ook wel te betalen. Voor mij was die 200 euro. De dollarprijzen stonden erbij. Maar voor mij 200 euro kan je er wel eentje krijgen al. En dan hoef je niet aparte controllers nog te halen of adapters. Het zit gewoon de hele set. En dan ben je klaar. Ja, die wil ik zeker nog wel proberen. Nadeel is wel, ik ben erg fan van die Juul. Wat ga ik daar dan mee doen? Ik denk dat er gewoon een nieuw aquarium moet komen. Ik heb hierboven nog genoeg ruimte voor extra aquariums. Dus ik zeg, laten we dat gewoon proberen. En als laatste heb je nog de high-end lampen. Hier zelf heb ik geen ervaring mee. Puur omdat ze gewoon niet te betalen zijn. Dat is Kessel. Kessel maakt van die hele mooie, ik vind ze er fantastisch uitzien, kleine lampen. Maar misschien is het ook wel omdat het zo duur is dat je dan automatisch denkt van hey, dat ziet er fantastisch uit. Maar de King of DIY gebruikt ze en nog wat aquariumplanten gasten die ik volg op YouTube. Ja, die Kessel lampen die zijn zo fantastisch mooi. Maar ik heb gekeken, in Nederland heb je gewoon zo'n klein lampje. Ja, het stelt niks voor. Ik zou er hier voor 2 of 3 moeten hebben voor dit aquarium hierachter. Maar één zo'n lampje kost al 400-500 euro. En dan heb je een goedkope variant. Het gaat nog veel gekker dan dat. Dat vind ik het gewoon simpelweg niet waard. Maar het ziet er wel echt fantastisch uit. En vooral als ze erboven hangen. Je hebt van die plafondhaken daarvoor. Of van die armaturen die je aan de achterkant kan houden. Ja, fantastisch ziet dat eruit.
Ja, die staat echt nog wel een keertje op mijn lijstje. Ik wil heel graag zo'n Jewel Lidio. Zo'n vierkant aquarium van Jewel. Dat zou ik wel graag nog een keertje willen testen. We gaan het zien. Het staat op mijn lijstje. Het staat hoger op mijn lijstje dan die Fluvalet. Ik ben gewoon benieuwd of het echt zoveel beter is. Maar ja, ik weet wel, hoe feller de lamp, hoe meer algen je krijgt. Dus als je zo'n heel mooi krachtige lamp hebt, ja, hoe ga je dat dan doen met algen? Moet je dan heel veel CO2 gaan toevoegen? Of zet je die lamp weer heel zachtjes aan? En wat is dan het effect van zo'n sterke lamp? Dan kan je beter een goedkopere lamp houden. Ik ben benieuwd of er gasten zijn die toevallig kijken, die verstand van hebben. Laat even weten in de comments. Want ik ben er wel erg nieuwsgierig naar. En wie weet kunnen we het samen eens een keertje gaan testen. Tot zover het filmpje van de lampen. Mocht je meer informatie willen of mocht je denken van joh, Jasper, deze en deze lamp, is dit iets voor mij? Laat even weten in de comments. Ik heb best wel wat gasten in mijn netwerk die enorm veel verstand hebben van LED-lampen en de technologie ervan. En ook de kracht die je moet hebben in je aquarium, want zoveel kennis heb ik er niet van. Ik vraag het gewoon altijd aan andere gasten. En dan kan ik je even in contact brengen met die mensen en dan komen we er wel uit. Maar bedankt voor het kijken. Mocht je dit een leuk filmpje vinden, like het even, duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En tot de volgende. Joejoe!